Met Harry Mulisch verdwijnt de laatste van de grote drie. Samen met Hermans en Reve bepaalt hij de Nederlandse literatuur vanaf de jaren 50. Maar grote vrienden zijn de grote drie zeker niet. Maar dat is niet om uit jaloezie of concurrentie of zo. Maar dat waren twee mannen met vreselijke moeilijke karakters. Ze waren allebei een beetje gek. En ik ben extreem normaal, zullen we maar zeggen. Het waren verbeten karakters. En dat ben ik niet. Het werk van Mulisch is niks als Vullis. Het werk van Reve, dat is leven. Het werk van Reve, zij hem vergeven. Het werk van mij, dat is vrij. Officier in de orde van Oranje-Nassau. Wat prijzen en lintjes betreft moet Mulisch voor Reve zeker niet onderdoen. Al bij Leven groeit hij uit tot een mythe. Hoe oud was u eigenlijk toen u wist dat u een genie was? Oh, wacht. Hoe oud was ik toen ik dacht dat ik... Toen ik wist, sorry, dat ik een genie was. Nee, kijk. Altijd bescheiden, hè? Ja, nee. Ja, 13. Hij is nog net geen 13 als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. Het zal zijn leven en zijn schrijverschap bepalen. Bijna al zijn boeken gaan over de oorlog. Ik ben dus volwassen geworden als de oorlog, met de oorlog. Dus in die zin, wat ik ooit wel eens gezegd heb, ik ben de Tweede Wereldoorlog. Dat bedoel ik ermee. Mulisch is de zoon van migranten. Zijn vader is een Oostenrijker, zijn Joodse moeder komt uit Antwerpen. Mijn moeder was Joods en mijn vader werkte mee met de Duitsers. Dat was geen nazi, hè, want hij was tenslotte getrouwd voor een Joodse vrouw. Dat deden ze niet, nazi's. Nou, maar was wel van de andere kant. Maar daaraan had wel mijn moeder weer de leven te danken. Die moest met die stijl lopen en die werd op een gegeven moment gearresteerd, de SD. Toen kwam mijn vader, omdat hij dat school van min of meer nabij kende, kon het eruit krijgen. Nou, dat is voldoende om een schrijver zoals ik te worden. Meneer Mulisch, Harry Mulisch. In 1961 trekt hij naar Jeruzalem om het proces tegen nazi-beul Eichmann te volgen. De functie van het proces is geweest dat de wereld een geheugen heeft gekregen. Nu kan niemand meer zeggen, ik wist het niet wat er gebeurd is. Nu weet iedereen dat echt. Later reist hij naar Cuba om er Fidel Castro te feliciteren. En ter ere van Che Guevara schrijft hij samen met Klaus een opera. Ik ben ook nooit communist geweest en ook nooit marxist. Ik heb mijn theorieën altijd zelf bedacht. Op latere leeftijd schuift Mulisch meer en meer op naar rechts. Als Bush Irak binnenvalt, is hij voor. Nou, voor de... Ja. Ja, ik vond dat zo'n ploeg, die Saddam, ik dacht, die moet je te pakken nemen. Dat dacht ik destijds met Hitler ook. Politieke kwesties bespreekt hij 40 jaar lang op de Herenclub. Elke maandagavond komt een groepje Amsterdamse intellectuelen bijeen om een vorkje te prikken en de toestand van de wereld te bespreken. Mulisch is hun onbetwiste leider. Politiek, holocaust, godsdienst, wetenschap en liefde, kortom alles wat Mulisch boeit, komt samen in één meeslepend verhaal. Zijn grote meesterwerk. De ontdekking van de hemel. What's his name? Quentin. Quentin Quist. Isn't he an angel? Basisgedachte van het boek is dat technologie gevoelens kapot maakt. Ik denk dat de mens... voor de 19e eeuw, 18e, meer gevoelens hadden dan wij. En wij hebben in plaats daarvan een auto. En al die andere technische middelen die we hebben. En vroeger was het zo dat God was almachtig en de mens was machteloos. Het is nu andersom. De mens is vrijwel almachtig. Die kan zelfs de wereld vernietigen. En God kan niks meer. Die ligt op sterven. De rollen hebben zich totaal omgedraaid, omdat de mensen zich al die eigenschappen die werden toegeschreven aan God, hebben toegeëigend. God heeft me niet meer nodig. Het boek levert hem nog meer roem en eer op. In 1995 krijgt hij de prijs der Nederlandse letteren. Meneer Mulisch,
U ontvangt deze prijs voor uw gehele oeuvre dat de jury uniek noemt door zijn veelzijdigheid, thematiek, samenhang en verbeeldingskracht. Maar Moelis blijft er zoals steeds bescheiden bij. Hij is op dezelfde manier koning als ik een talentvol schrijver. Dus hij is daarin geboren. Ja, en dan door allerlei omstandigheden ben je dan op een gegeven moment koning. Nou, ik ben geboren met het talent en door alle omstandigheden sta ik tegenover hem. Maar hij kan zich er niet op beroemen. Ik ben de koning, dat is mijn kwaliteit dat ik het ben. Nee, maar hij is het wel. Nou, hetzelfde geldt voor mij. Het geldt voor ons allebei. Ik weet dat. Hij misschien ook, vermoedelijk wel. Met Moelis verliest Nederland zijn stoerste schrijver voor niets of niemand bang, zelfs niet voor de dood. Dood bestaat niet, voor mij. Als ik dood ben, als ik, op een gegeven moment ben ik, lig ik te sterven, ben ik dood. En dan zeggen de omstanders, hij is dood. Nu. Want dat geldt niet voor mij. Want ik ben dood. Voor mij geldt niks meer. Ook niet dat ik dood ben.